Oké, we volgen deze achtervolging vanuit de vliegende auto. Kijk dan, allemaal backup is geroepen. Zij gaan proberen deze truck staan te houden. En ik volg gewoon met mijn vliegende auto. Dit is toch geniaal, kijk dan. Oké, we volgen aan de vliegende auto. Welkom kijkers van een nieuwe GTA 5 video met vandaag weer een nieuwe politiepatrol op GTA 5 dus met een auto, misschien wel de meest unieke auto aller tijden. Hiervoor allereerst een dikke shout-out naar Inno, linkje kan je vinden in de beschrijving. Het is namelijk een vliegende politieauto. Voor het eerst dat ik dat ooit ga doen, de Deluxo heet hij als het goed is, hier staat hij. Gewoon letterlijk de auto zoals we hem kennen van GTA Online, de Deluxo, de vliegende auto, maar dan in Nederlandse politiestijl. Dat is ook de reden dat ik vandaag gewoon voor het eerst ooit vanaf de Maesbank ga starten. Ja, normaal zou je denken van Roy, heb je een death wish of zo? Zometeen dan moet je toch ook echt naar beneden met een auto. Maar deze auto kan het. Deze vliegende auto, die gaan het zo meteen zien. Waarschijnlijk kennen jullie hem al van GTA Online. Maar we staan op een behoorlijke hoogte. En het leuke aan vandaag is dus ook dat we bij elke melding binnen no time zijn. We stijgen gewoon op en binnen no time zijn we bij de melding. Dus eigenlijk zijn we nu gewoon het politieleven aan het ervaren van 2060. 2060, echt waar, geloof me. Allemaal vliegende politieauto. Oh, een melding aan de andere kant van Nederland. Jo, onderweg. Nou, hop, wat er dan gebeurt? Hoppakee. Ze gaan de hovermode, de banden gaan omhoog en je kan er gewoon mee vliegen. Royalist kentekenplaatje erop. Ik ben heel erg benieuwd wat we vandaag allemaal gaan meemaken. Heel erg benieuwd. Goed. Oké. Dit is een dingetje. Blijkbaar is X, dat is voor mij de knop om een melding mee te forceren, is dezelfde knop als je banden weer uitdoen. Oké, dat is wel echt fucked up eigenlijk. Emergency landing, Los Angeles International, die hebben we al een keer gehad. Dus eigenlijk, tijdens dat ik een nieuwe melding wil, moet ik even wachten op een dak. Misschien is dat handig. Kijk, dan maken we hier even een tussenstop. Hoppakee. There you go. Nou, was niet een hele soepele landing, maar goed. Dangerous plane spotter. Reports of an armored person. Nou, dat heb ik niet gemeld voor mij. Reports of a car fire wel vaak gedaan. Money truck is robbed. Alright, here we go. Opstijgen met die scheis. There we go. Oh, pursuit concluded. Is het al... Oh, het is een disregard. Jezus, nou. Het gaat wel lekker gelijk met die meldingen starten zo, hè? Jongen. Wachten hier wel weer eventjes. FIB, a group of criminals took hostages. Nou, dat gaan we niet meer doen. Hij is verderop. Nou, we gaan erop af. Met de vliegende auto. Eindelijk gaan we nu echt naar een melding toe. Het was eventjes even opstarten, letterlijk en figuurlijk. Maar het is uiteindelijk gelukt. Ja, het enige jammer dus aan zo'n ding is, hij gaat niet heel hard. Hij gaat niet heel snel. Maar ja, het is wel gewoon cool dat we kunnen vliegen. We kunnen letterlijk naar elke melding vliegen. En straks natuurlijk ook een pursuit, als we een achtervolging hebben. Oh, wij gaan het die gozer vrouw heel erg moeilijk maken. In de achtervolging. Maar wij kunnen letterlijk overal naartoe vliegen. Dus dat wordt geniaal. Is hier die hosteltjesplek? Nou ben ik even in de war. Oh nee, het is helemaal daar. Oh die damn. Het is echt in een soort van verlaten garage op een industrieterrein. Daar lijkt het op in ieder geval. Dus we gaan daarheen. We kunnen ook voor de grap op het vliegtuig landen. Maar nee, we hebben nog steeds wel werk te doen. We zijn nog steeds een Nederlandse politieagent. Alleen dan wel een hele futuristische politieagent. Helemaal top. We zijn al in de buurt trouwens. Even kijken. Kijk, dit scheelt dus wel heel erg, want normaal gesproken moet je met zo'n hele grote boog moet je het industrieterrein op. Moet je nog helemaal het industrieterrein oprijden. En wij vliegen er nu gewoon rechtstreeks naartoe. Dus dat soort dingen vind ik wel grappig hier aan. Dat het ook wel daadwerkelijk dit heeft. We zijn best wel snel overal. Met het Royalist kentekenplaatje. Ja, ja. De details heeft Ida weer goed aan gedacht. Hoppakee, hè, landen die scheis. Morgen, we zijn op locatie. Zit ook trouwens gewoon... hier, dit werkt ook gewoon, hè. De zwaailamp en zo. Fucking lijp. Goed. Here we go. Omdat het dus gaat om een hostage situation, pak ik gewoon gelijk mijn vuurwapen. Alright. Here we go. Politie. Oké. Wow. Oh, dat denk ik zelf. De hostage team is onseen. Dat kan je stellen, ja. Maar waar zitten ze dan? Ik wil niet weer een prank call hebben ofzo, hè. Dat ik hier weer versaus heb. Code 4. No further units required. Oeps. Ik heb één hostage afgeknald. Wow. Nou, ze lopen ook gewoon heel casual weg. Zo van, gebeurt me dagelijks. Dankjewel voor het redden. Kutzooi, daar baal ik van. Terminal. Ik heb één hostage letter door zijn pauper geknald. Maar ik wist niet of hij ook een wapen had. Eén hostage is sowieso doodgeschoten, niet door mij. En die andere hostage, die heb ik door zijn porum geknald.
Ik had wat uit te leggen gehad, zeg maar, als ik echt politieagent was geweest. Holy fuck, had ik nu heel hard gefaald. Ja, ik weet eigenlijk niet wat er in zo'n situatie zou gebeuren. Als ik als politieagent mezelf zou verweren dan in de rechtszaal, want ik kom sowieso in een rechtszaak. Maar dat ik zeg van ja, ouwe is... personeel altijd gunpoint, die moeten we ook gaan doen. Maar van ja, ouwe is, ik dacht dat hij een wapen vast had en in the heat of the moment schoot ik hem neer. Is dat dan een valid defense? I don't know. Gelukkig werkt niet in de rechtbank. Want ik zou het allemaal niet weten. Dan moet je ook heel lang rechter gestuurd hebben en zo. Niks voor mij. Oké, hier is het. Ik vlieg er wel even gewoon... Oh, kut. Ze hebben door dat de vliegende eenheid ter plaatse is. Oh jee. Wat gaan ze doen? Oh, ze rennen weg. Allebei wapens? Oké, wacht. Dit wordt lijp. Ik ben gewoon nu een soort van Zulu. Punk. Oké, wapen laten vallen. Geef je één kans, vriend. Oké, wacht. Ik pak stungun. There you go. Die hebben we. Handen omhoog nu. En er is nog iemand aan het wegrennen, maar die wordt nu als toets ook gepakt. Huh? Ja, hij is er nog. Hij is links van ons. Oké, die is daar. Kijk, daar rent hij. Dan ga ik achter hem aan. Zoals ik al zei, ik wil even Zulu uithangen. Zo. Het enige vervelende is dus dat ik kan dit stelsel uitklappen met A. Hè, op Xbox controller. Maar dat is dezelfde knop als waarmee je backup roept, als waarmee je heel veel andere dingen doet. Dus dat is vervelend. Maar goed jongens, ik vlieg er overheen. Kijk, als ik dus backup wil roepen, dat kan. Alleen, dan klappen dus mijn wielen in. En dat is wel even fucked up. Alright. Maar ik heb de backup geroepen. We blijven hier in de buurt. Oh shit, hij gaat schieten of niet? Oh, hij is neergeschoten. En ik help je er wel een handje. Zo, there you go. He's done. There you go. Settled. Goed, ambulance deze kant op. Hij zal sowieso al neergeschoten worden. Dat kan ik jullie wel garanderen, want hij had een vuurwapen en hij bleef maar schieten. Dus prima zo, denk ik. We gaan een nieuwe melding starten. Arrest warrant. Die zijn altijd leuk. Here we go. Subject is wanted by the LSPD. Ik ga even zelf een waypoint zetten. Zodat ik weet waar ik heen moet. Volgens mij is het zelfs Michael's huis, of niet? Is dit niet gewoon Michael's huis? Ja, 100%. Dit wordt een hele gave melding, want dat weet ik nu al. We gaan dus naar Michael's huis toe, omdat daar iemand gezocht wordt door de politie. Dus dat wordt echt letterlijk een soort van huiszoekingsbevel. We trappen die deur open en we halen hem uit zijn huis. Dus ik ben benieuwd of hij vuurwapens bij zich heeft of iets dergelijks. Ja, als het goed is zijn we natuurlijk met deze vliegende auto zijn we er binnen no time. Ik vind het zo raar, joh. Het is gewoon echt letterlijk politie in 2060 of zo, 2050. Wie weet, hè? Ze zijn nu al bezig met vliegende auto's. Er zijn letterlijk prototypes die dat kunnen. Auto's die gewoon kunnen vliegen. Ik bedoel, als vliegtuigen kunnen vliegen met honderden passagiers, dan moet een vliegende auto ook geen probleem zijn natuurlijk. Dat is eigenlijk best wel logisch, als je er op die manier over nadenkt. Alleen ja, zou dat echt de toekomst zijn? Zou het echt de toekomst zijn dat er uiteindelijk vliegende auto's komen? Wat denken jullie? Laat het me weten in de reacties. Het zou wel echt heel bizar zijn namelijk, als het zo is. Dat er uiteindelijk gewoon allemaal vliegende auto's zijn, overal nergens. Dat je gewoon letterlijk, dat het niet is van, staat er file? Nee, van meer van, is het rustig in het wegennet in de lucht? Of ja, in het luchtnet? Ja, hoe noem je dat eigenlijk dan? In het luchtverkeer. Dat vliegtuigen helemaal rekening moeten houden met de A4 in de lucht en zo. Dat het daar druk kan zijn. Spitsuur. Ik ga weer veel te ver in mijn fantasieën. Maar goed, het zijn wel leuke dingen om over na te denken. Hè? 30 jaar geleden of 20 jaar geleden. Nee, wel 30 jaar geleden. Dat is ook niet verwacht dat er ooit internet zou komen. Dat soort dingen. Nou, weet je wat wel heel chill hieraan is? Ik kan hem nu gewoon heel sneaky hier stiekem op de tennisbaan landen natuurlijk. Dat verwacht hij helemaal niet. Dat ik via zijn tennisbaan binnenkom. Misschien heeft hij wel een camerasysteem hangen bij de intro. Of, bij de intro. Bij support. En dan ziet hij me nu niet aankomen. How about that one? How about that one? Ik weet toevallig dat je via hier ook naar binnen kan. Dus daar gaan we. Goed. Huiszoekersbevel. Alright. Meneer. Handen omhoog. We kunnen met hem praten. Dat vind ik prima hoor. Maar aan de andere kant. Ik heb zoiets van joh. Je wordt niet voor niets gezocht door de politie. Dus we gaan pas praten als ik hem heb aangehouden. Wat dacht je daarvan? We hebben geen idee waarvoor die gezocht wordt door de politie, weet je. Dus ik vertrouw er helemaal geen reet van. Hier, we hebben hem. Elmer Ayoubi. Wat? Elmer Ayoubi. Nou. Elmer Ayoubi. Ik ga u even fouilleren.
Zo, even kijken of hij verboden middelen bij zich heeft. Toiletpaper. Oh, hij moest denk ik gewoon schijten. Ik denk dat hij gewoon moest schijten. Nou, in ieder geval, meneer, kunnen we nu nog steeds met hem praten? Of, nee. Oké, nou, dat is leuk. Elmir Eyupi. Hopelijk onthoud ik het, want ik wil natuurlijk wel even weten waarvoor hij nou gezocht werd. Nou, gaan we trouwens niet kunnen vinden als ik hem in het systeem intyp, denk ik. Elmir Eyupi. Ik vind nog steeds een hele bijzondere naam. Elmir Eyupi. Elmir Eyupi. Zo, Elmir Eyupi. Ga even hier op dat stoep zitten. Of jou op je eigen tennisveldje. Dan stappen wij even in. Want ik moet natuurlijk wel weten of dit de persoon was die we zochten. Snap je? Kan dat überhaupt? Kan ik nu... Ik kan mijn politie... Oh, mag ik het gokken? Dit is natuurlijk geen officiële politieauto. Dus daarom heb ik ook geen politiecomputer hierin zitten. Ah, oké. Kan dat ook op deze manier? Ja. There you go. Oh. Never mind. Never... Mind. Never mind. Nou ja, oké. Dan kan dat niet. Dan zit ik even te denken, hoe kan het dan wel eventueel... Hoe kan ik eventueel nu deze gozer opzoeken? Heb ik daar een trucje voor nog? Dan. Nee. Nee, ik zou het eigenlijk niet weten dan. Nou, dat maakt het lastig. In dat geval bellen we maar gewoon een transport deze kant op. Wij peren hem weer. We hebben personen aangehouden. Weet ik dus niet helemaal zeker. Kan ook zijn dat iemand anders zocht in het huis. Alleen, het lijkt me dat Elmir en Joepie degene was die we zochten. Maar ja, zoals gezegd, je weet het nooit zeker. Oh, eerst even een nieuwe melding starten trouwens. Person with a firearm. Oké. Sure, het is ook echt om de hoek, dus daar gaan we zeker weten heen. Een persoon met een wapen. Kan een mes zijn, kan een pistool zijn. Kan van alles zijn. Nou, we gaan eens even kijken. We gaan als een soort van Zulu hier boven dit gebied vliegen. Oh, daar loopt iemand. Volgens mij is het een omaatje met een AK. Are you shitting me? Zag ik dat goed? Oh, ja. Het is een dronken mevrouw met een wapen. Oh mijn god. Oké, we gaan hier geen risico's nemen. We gaan er gewoon gelijk taseren. Boom. There you go. Zij is helemaal in de war. Handen omhoog. Wapen laten vallen. Ik geef je één kans. Eén kans. Holy fuck. Wow. Laat het wapen vallen. Laat het wapen vallen. Nu, laat het wapen vallen. Fucking pauperd. Oké, wacht even. Dit gaan we even op een andere manier oplossen. Oh, nog even pepperspreetje erbij. Als het goed is, laat ze dan de wapen vallen. Omdat ze gewoon geen pauperd meer ziet. Ja, kijk. Oké, nu handen omhoog. Nou is het klaar. Hands up cream pie. Wat doe ik nou weer? Oké, nou. Verwarde mevrouw. We got her. Jezus, die is echt helemaal in de war. Die loopt gewoon met een wapen in de ronde. Die was dus ook geladen, konden we duidelijk horen. En het wapen hebben we nu afgenomen. Dan is dat toch nog wel enigszins fijn. Ga jij maar even tegen deze muur aan staan. Ik heb zo vermoeden wat er allemaal met jou gaande is. Maar blijf daar maar heel even staan. Want het overige verkeer moet geen last ondervinden van ons natuurlijk. Hallo? Volgens mij zei ik dat jij tegen die muur aan moest blijven staan. Of had je me niet goed verstaan? Ben je niet, hè? Maar ik denk dat je ook nog stom doof bent. Of je hoort gewoon wat je wil horen, dat kan natuurlijk ook. In ieder geval, we gaan er even fouilleren. Even kijken of we dan nog wat aantreffen. Alina Rosillo. Face mask en apartment keys. Oké, dat is dan verder niet heel raar. Maar goed. Ja, we weten dat ze Alina Rosillo heeft. Dat is wel fijn dat ze dus de ID bij zich heeft. Dan kunnen de agenten op het bureau wel eventjes onderzoek naar haar gaan doen. Het enige wat ik nog echt eventjes wil doen is een blaastest. Ik denk dat jullie wel zo vermoeden hebben waarom ik dat wil. Ik denk dat zij gewoon helemaal in de war is. Dan is ze helemaal, dan staat ze helemaal strak van de drugs. Kan niet anders. Kan niet anders. Je gaat me niet vertellen dat zij nuchter is. Dan heeft ze denk ik een hele erge hernia aan de rug of zo, dat ze zo loopt. Maar ik weet het niet hoor, maar zij zag er heel verstrooid uit. Nou, prima. In dat geval, ga maar even hier op de weg zitten. In dat geval ben je alleen maar aangehouden voor verboden wapenbezit. Schieten richting een agent. Ze heeft ook letterlijk het wapen gebruikt.
Maar ja, dat kan ook gewoon door de verwardheid komen. Ik weet niet, ik denk dat die persoon echt even goed onderzocht moet worden. Want ik denk gewoon dat er een steekje los zit bij haar, als ik eerlijk mag zijn. Want je gaat niet zomaar met een geladen wapen over straat. Dat is gewoon echt lijpe shit. Dat is ook heel strafbaar, zeg maar. Goed. Welfare check. Ja, dat hoeft niet. Noem maar een andere. Reports of a gang attack. Dat is altijd best wel saai. Drug deal in progress. Kijk, dat is een hele leuke. Want ik heb natuurlijk deze vliegende auto. Dus ik kan dan weer bij deze melding, als het goed gaat, perfect als een soort van Zulu boven de drug deal gaan hangen. Alles kijken wat er gebeurt. En misschien kan ik ook wel nu gewoon een soort van melding als zijn een soort van Zulu doen. Dat is misschien wel grappig. Dus dat ik de hele tijd boven de melding blijf hangen. Totdat ze allemaal aangehouden zijn. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Alleen dus zoals gezegd, het backup menu is voor mij wel heel erg fucked up. Elke keer als ik een backup aanvraag, dan klappen die wielen weer in. Dus dat is wel kut. Maar ja, nee, is niet anders. Het lijkt me wel gewoon leuk om een keertje een melding op die manier aan te pakken. Dus dat gaan we nu doen. We gaan naar de drug deal toe. En dan gaan we kijken of we ze op heterdaad kunnen betrappen. Op de drug deal. Dat zou wel echt leuk zijn. Als ze kunnen betrappen. Gewoon dwars door de stad heen. Gewoon lekker vliegen. Oh, ik geniet echt van deze patrol, jongens. Willen jullie nou vaker dat ik met deze vliegende auto een patrol ga doen? Laat dan even weten natuurlijk in de reacties. Ik ben benieuwd naar jullie mening hierover. Dus laat me dat ook zeker weten. Goed. Hier zou het moeten zijn. Alright. Ik denk dat de drugsdeal plaatsvindt hier beneden in het viaductje. Ik denk dat de drugsdeal hier plaatsvindt onder het viaduct. Arrest the buyer who is surrendering. Oh jee! Oh! Oh! Hij komt al op af met een wapen! Maar gelukkig vliegen wij met de auto! Dus hij raakt alleen de onderkant. Wat moet je nou? Schiet mijn onderkant van mijn auto maar! Kom maar! Kom maar! Sterker nog. Hier! Hoppa, gek! Zo lossen wij dat op. Zo lossen wij dat op. Morgen, politie 2060 is gearriveerd. Hallo. Jouw wapen nemen we even in. Tot ziens. En dan bellen we ook wel eventjes een corona service om deze crime scene op te lossen. Nou, mevrouw daar is helemaal in de war waarschijnlijk. Die staat met de handen omhoog. Aan de andere kant, zij was gewoon degene die drugs wilde kopen, hoor. Volgens mij. Dus met andere woorden, nee, niet de pepperspray, dat is wel heel overdreven. We geven haar even een stopteken. LSPD, en vervolgens houden we haar staande. Nee, trouwens, dit is gewoon een aanhouding. Dit is officieel aanhouding. Dit gaat alleen niet helemaal volgens plan, volgens mij. Ik heb veel meegemaakt in LSPD Farm, maar dit slaat echt alles. Dit slaat echt alles. Wat? Deluxo heet het volgens mij. Ah ja, mooie livery zit erop. Zullen we hem zo houden? Gewoon lekker zo met het oranje. Nee, dat gaan we maar even niet doen. Ik weet gelukkig hoe ik dit moet aanpassen. We moeten dan hier naar color menu. En dan moet hij naar pure white. Kijk, gelukkig weet ik wel genoeg van LSPD Farm dit soort dingen snel te kunnen fixen. Maar dit ging niet helemaal vol span. Ik wil daar eigenlijk fouilleren, maar weet je wat? Laat maar lekker zitten. Ik raakte helemaal de war van. Een dangerous plane spotter. Hele leuke melding als ik weer een keertje met Koninklijke Marseille op pad ga. Dan ga ik dat zeker weten doen. Stolen truck. Dat klinkt als een melding waarvoor een achtervolging ingezet gaat worden. Right? En laten we nou net de politieagent uit 2060... in onze squad hebben, a.k.a. me, die als soort van Zulu de truck kan volgen. Hey, hoe handig is dat? Dus we gaan erheen en dan lijkt het me nu toch echt een mooi moment om gewoon vliegend deze melding te volgen. Als soort van, moeten we natuurlijk wel even lampen aanzetten en eigenlijk ook wel de sirene. Kijk, alles zit er gewoon op, hoor, op die Luxor. Hoppakee. Goed, we gaan dus wel eenmalig heel veel backup roepen, waardoor ik dan naar beneden val. Maar daarna stijgen we gewoon gelijk weer op, oké? Okay? Backup required in mission row. Oh, nou kijk, dat is gelukt. Zo. Oeps. Tegen de auto.
Daar is best wel politie, zeg maar. Best wel politie. Oké, we volgen deze achtervolging vanuit de vliegende auto. Kijk dan, allemaal backup is geroepen. Zij gaan proberen deze truck staan te houden. En ik volg gewoon met mijn vliegende auto. Dit is toch geniaal. Kijk dan. Hoppakee, we volgen die truck gewoon. Zij gooien uit man en alle macht die auto's ervoor. En ik blijf hem gewoon volgen. Dat is het voordeel aan een vliegende auto, jongens. We blijven die pauper gewoon volgen. Zo jongens, ik ben erbij hoor. Ik ben erbij. Ik heb mijn eigen sirene even uitgezet. Oh, gaan ze pakken? Suspect's on foot. Ja, ze hebben hem. Ja, ze hebben hem. Hij geeft alleen geen shit. Hij geeft zich niet echt over, zeg maar. Oh, hij geeft zich om. Hij geeft het over. Oké. Ik draai het helemaal om. Hij geeft het op. En hij geeft zich over. Dat zou het moeten zijn. Nou, ik ben even helemaal in de war blijkbaar. Goed, laat ik hier even de auto parkeren op het dak. En dan kunnen wij weer even een nieuwe melding starten. High value stolen vehicle located. Wat wel? Maar staat hij dan geparkeerd? Of rijdt hij wel echt? Dat is wel even een dingetje. Oh, hij rijdt. Hij rijdt serieus. Dit is hem. Kijk, hier gaat hij. Morgen. Morgen, Johnny. Jij hebt deze auto gestolen, and we know it. Oh, hij gaat er vandoor. Hij gaat er vandoor. We gaan weer backup roepen. Zo. En nu ga ik ook gewoon echt iets heel slims doen. Kijk, er is al politie daar. Hallo, ga eens achter hem aan, vriend. Wat een pauper. Rijdt hij? Hij rijdt de val in. Hij rijdt de val in. Kijk of er politie daar is. Pak hem, boys. Pak hem. Pak hem. Sluit hem in. Sluit hem in. Oh, nee, het lukt nog niet helemaal. Oké, we gaan onder het viaduct door. Oh, hij crasht, hij crasht. Ik ook bijna. Dan gaan we door. Oh mijn god, dit is zo lijp met zo'n vliegende auto. Oké. Hij gaat naar links. Oké, let op, let op. What's up, buddy? Morgen! Tegen zijn achterkant aan beuken. Shit. Oh, hij is sterk. Oké. Stijgen we weer even op. Joonk. Murp. Oh, het scheelde weinig. Zo wil ik hem dus pakken, jongens. Mijn auto er heel sneaky voor gooien, dankzij het vliegen. En dan stoppen, die auto. Oké, let's go. These animals are fucking crazy. Bam! Ja, tegen de boom! Boom! Oh, wat de hel. Hij gaat nog steeds door. Deze gast, jongen. Holy fuck. Oké. Op. Wow, die was lijp geweest, gast. Oké, snel. Let op. Whip. Oh mijn god. Hier, hoppakee. Ik kan gelijk weer opdraaien. Niks aan de hand. Dit is zo lijp. Dit is zo fucking lijp. Dit is pas content, jongens. Boom. Oh, shit. Oké, ik heb geluk dat mijn vliegende auto zo sterk is. Maar anders... Jesus Christ. Deze gast weet echt niet van opgeven. Oh, hij had hem bijna. De Tesla. Maar net niet helemaal. Zo, jongen. Deze guy. Hij is echt ultimate service. Hij is echt een van de ziekste achtervolgingen ooit. Ik zweer het. Wat de pauper, joh. Oké. Auto ervoor gooien. Oh, hij is slim ook, jongen. Hij weet nu gewoon mijn strategie en daar past hij op aan. Nou, denk maar niet dat je mij gaat kwijtraken, vriend. Ik ben overal. Ik ben overal en nergens. Boom. Hoe sterk is die auto van hem ook, gast? What the fuck? Nou, hij weet gewoon. Hij heeft een Zulu en een auto achter zich aan. Gewoon, ik ben 2-1. Ik ben 2-1. Bam! Nou ben ik klaar met je. Tegen die paal aan. Tegen deze paal. Let's go. Nou is het klaar. Nou, you're fucking dumb, bro. Inderdaad. Hoppakee. Handen omhoog. Op de grond. Nu. Woe! Wat een heerlijke aanhouding. Deze gast ook eruit. Ja. Oh, jij blijft gewoon zitten. Oh, dat kan natuurlijk ook. Ook eruit. Vrolijke vriend. Hop, de auto uit. Handen omhoog ook inderdaad. Op de grond liggen. Deze melding, jongens. Deze was... fucking ziek. Eerlijk, deze was echt super ziek. Mocht je nog geen duimpje omhoog hebben gedaan,
dan is dit misschien wel het moment om het te doen. Kijk, die man gaat ook gewoon filmen. Die denkt, wat de pauper gebeurt hier allemaal. Ik zou het enorm waarderen als jullie allemaal even willen liken, jongens. Dit is wel... Ik denk wel een van mijn vetste LCP4 episodes ooit. Maar ook gewoon puur door die fucking auto. Zo lijp, jongen, die vliegende auto. Echt. Ik ga ook eerlijk met je zijn. Het was Ido's idee. Een vliegende politieauto. Ik dacht, gast, als je dat kan fixen... Hell yes, let's do it, weet je wel. Dus echt dikke shout-out naar Ido, hoor. Voor het fixen van deze auto. Echt, damn. Dit heeft hij echt zo lijp gedaan. Ik kan niet anders zeggen. Ik kan gewoon niet anders zeggen. Goed. Laat ik nog één melding doen om het af te leren. Oeps. Dat gaat niet goed. Oh, wat. We doen wel gewoon alsof dat niet is gebeurd. Dat is gewoon niet gebeurd. Ambulance request police escort. Nou ja, dat is fijn. Dat kunnen wij wel doen. Police escort. Ik kan vanaf de lucht kan ik gewoon de ambulance escorteren, hoor. Dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Die melding heb ik nog nooit eerder gedaan, trouwens. Ambulance escort. Gaat goed, hè? Dus dat is misschien wel leuk om een keer te doen. Dit is ook wel het moment. Want normaal gesproken is het gewoon best wel saaie melding, denk ik. Gewoon met de politieauto een beetje ervoor zorgen dat die ambulance er doorheen kan. Maar nu is die denk ik best wel leuk. Als ik hem vanuit de lucht kan doen, de melding. Weet ik namelijk niet. We gaan het wel zien. Waar is de ambulance? Hij zou hier ergens moeten zijn. Oh, hier. Ja. Hier. Alright. Ik moet een clear path maken voor de ambulance. Oh ja, dan is het eigenlijk niet handig dat ik vlieg. Nou ja, of we doen het een beetje zo. Hier, kijk. There you go. Ik ben gewoon een soort van vliegende pion nu. There you go, guys. Aan de kant, jongens. Aan de kant. De ambulance komt eraan. Nee, als dit... Is dit... Oh. Zoals je kan zien, let ik heel goed op. Ik let echt heel goed op. Echt helemaal top. En de ambulance is gecrashed. Ah. Oké, okay, kom op, ambulance. Wel even de kopje erbij houden. Het is niet de bedoeling dat, zeg maar, de patiënt in jullie wagen nog meer de lul is. Maar hey, zie je dat? Er is hier motoragent ook. Volgens mij hoort hij bij de escort. Dus weet je wat? We weten nu dat we deze melding nooit meer gaan doen. Hij is namelijk echt best wel heel erg saai. En het, ziekenhuis is daar. Oh, een prisoner escaped. Let's go! Dat zijn de leuke meldingen. Here we go. Er is een gevangene ontsnapt. En die gaan we natuurlijk eventjes te grazen nemen. Even kijken. Hij zou hier zich ergens moeten bevinden. Ja, daar is hij. What's up, my dude? De vliegende politieauto is gearriveerd. Je hebt geen kans. Hier, ik gooi nu gewoon de auto ervoor. Ponk. There you go. Jammer dat hij omvalt, maar nu valt hij alsnog om. We pakken de pepperspray erbij. Zo, mag ik de pepperspray alsjeblieft? Dankjewel. Ah, kut. Net te ver. Oké, ik pak de vliegende auto alweer. Maar dit schiet niet op. Hij peert hem gewoon. En ik wil het niet op mijn geweten hebben dat hij er vandoor gaat. Dat we allemaal te sloom zijn. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus, kijk, er is nog een politieauto bij. Ponk. There we go. Hey buddy! Hoppakee. Oh, ik pepperspray bijna een politieagent. Dat had heel fucked up geweest. Grappig, maar wel fucked up. Gaan we weer. Boom. Oké, nou is het echt klaar. Pepperspray. Zo! Hier, we geven je nu gewoon een dubbele pakket, maat. Van een pepperspray je pauperd. Oké, helemaal goed. Zo. Nou, we hebben hem. Damn. Oké, we zijn ook al een tijdje bezig, zie ik. Het voelt helemaal niet alsof we al lang bezig zijn. Maar dat komt gewoon omdat ik deze episode het echt ontzettend naar mijn zin heb. Natuurlijk altijd, hoor. Altijd tijdens de LCP4 episode. Dan zou ik het ook niet doen. Vind ik altijd superleuk om te doen. Maar het feit dat we nu zo'n unieke auto hebben. Iets wat ik echt nog nooit eerder heb gedaan. Maakt het denk ik gewoon extra leuk. Er zitten natuurlijk wel een paar nadelen aan die auto. Ik kan nooit een arrestant erin meenemen. Het is geen officiële politieauto, waardoor ik dus ook niet gebruik kan maken van een politiecomputer. Hebben we kunnen zien. En ik kan er ook geen officiële staande houding mee doen. Dus ik kan niet een autocontrole doen ofzo. Maar ja, goed. Als je dan ziet welke voordelen je allemaal mee hebt, dan weegt het wel aardig tegen elkaar op, denk ik. In ieder geval, beste kijkers, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze GTA 5 LCP4 video. Vond je me nou leuk en wil je dat ik vaker met de Deluxe op pad ga? Laat dan weten door zoveel mogelijk duimpjes omhoog te doen op de video. Zou ik enorm waarderen. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Dan zie ik jullie hopelijk morgen om 4:30 allemaal weer terug bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik hoop het. Laters.